Zondagmiddag 9 juni gingen zwemmers het water in bij de Rotorenbrug in Alkmaar voor de Swim to Fight Cancer. De swim was op het laatste moment verplaatst van de Kanaalkade naar het Luttik-Oudorp vanwege een te hoog E. coli-niveau in het Noord-Hollands kanaal. De deelnemers zwommen over het Luttik-Oudorp en de Zijdam naar het Waagplein. In het Victory Park was het zwemdorp waar zwemmers zich konden aanmelden. Bij de opening werd er een minuut stilte gehouden. Voordat we gaan starten met de warming-up en het officiële startschot van de Swim to Fight Cancer Alkmaar, wil ik samen met jullie nog even stilstaan bij waarom we hier vandaag zijn. Iedereen is hier met een reden. Of dat nu is omdat je zelf kanker hebt gehad of aan de zijlijn hebt gestaan toen een dierbare tegen de ziekte vocht. Vandaag komen we allemaal in actie en vieren we het leven. Laten we nu eerst samen voor al deze mensen 1 minuut stil te nemen. Dank jullie wel. Veel plezier vandaag. Het evenement startte met de Kids Swim. Daar ging een warming-up aan vooraf. Hi allemaal, mijn naam is Esmee Bakker en ik sta hier namens de organisatie van de Swim to Fight Cancer Alkmaar. Na maanden hard werken is het eindelijk zover. Vandaag gaan de mensen hier in het Luttik-Oudorp het water in om te zwemmen voor kankeronderzoek. De eerste wave is net van start, de kids zijn het water in. Dus we zijn los en we kunnen niet trotser zijn op wat we hier vandaag samen hebben neergezet. Het keerpunt van de 1000 en 2000 meter was ter hoogte van het Waagplein vlak voor de Schapenbrug. De deelnemers zwommen vervolgens via dezelfde route terug naar de Rotorenbrug. De zwemmers van de 2000 meter legden de route 2 maal af. Want als we erin liggen, als we even, zoals Hem Gimser zei, in gesprek zijn met het water, dan willen we ook weg. En we gaan aftellen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Het keerpunt van de 1000 en 2000 meter was ter hoogte van het Waagplein, vlak voor de Schapenbrug. De deelnemers zwommen vervolgens via dezelfde route terug naar de Rotorenbrug. De zwemmers van de 2000 meter legden de route 2 maal af. Swim to Fight Cancer is een initiatief van Stichting Fight Cancer dat in 2014 is ontstaan. Het is een zwemtocht in natuurlijk buitenwater, waarbij deelnemers zoveel mogelijk donaties ophalen voor onderzoek naar kanker.